Welkom bij Dream Travel. Ik ben weer op een waanzinnige bestemming. Maar ik ben niet de enige die op reis gaat. Er zijn een heleboel mensen die het gewoon verdienen om er even lekker tussenuit te gaan. Vandaag vliegen we naar Barbados met Celine en Sven. Ze zijn getrouwd, maar zijn nooit op huwelijksreis geweest. Dat gaan wij veranderen. En Frederik gaat ook op reis. Even een filmpje pakken aan boord en even later land je uitgerust op La Palma. Door de bewoners wordt La Palma La Isla Bonita genoemd, het mooie eiland. Het ligt op 4,5 uur vliegen van Nederland voor de Afrikaanse kust en is met 45 bij 28 kilometer best klein en lekker overzichtelijk. En wat meteen opvalt, je ziet hier weinig toeristen. La Palma is een ideale plek als je houdt van rust of gek bent op de natuur. Om een goed beeld van het eiland te krijgen, vind ik het altijd leuk om in het hart te beginnen. De hoofdstad, Santa Cruz de La Palma. Santa Cruz de La Palma is de grootste stad van het eiland. Een echt wild stadsleven hoef je hier niet te verwachten. Wel is er veel moois en ouds te zien. Alles is hier rustig en beheerst en ongelooflijk authentiek. Ik ben hier op Plaza de España. Ik kan het een beetje de huiskamer van de stad noemen. Iedereen komt hier samen om de dag te bespreken, een beetje roddelen. Zoals op alle Canarische eilanden speelt het leven zich af op straat. Met al die winkels is het wel erg moeilijk van je shopverslaving af te komen. Schoenen, ik heb een schoenentik. Welke vrouw niet? Allemaal heel leuk, maar dit valt natuurlijk in het niet als je weet dat in La Palma een van de bekendste schoendesigners ter wereld is geboren. Een man met veel verslaafde fans. Manolo Blahnik, Mary James. I thought these were an urban shoe myth. Hij woont nog steeds in zijn ouderlijk huis. Hola, hola. Donde está la casa de Manolo Blahnik? Sí. Es la casita gris y blanca que hay aquí, las puertitas azules claritas. Esa es la casita de él. Oké. Okay. ¿Y tus zapatos son de Manolo? No, no, eso no. No, oké. Okay. Vecino, pero no zapato. Oké, okay, muchas gracias. Zijn schoenen zijn volgens sommigen better than sex. En zelfs better than chocolate. En dat kost wat. 200 tot 1000 euro per paar. Where did all my money go? I know I made some. At 400 bucks a pop, how many of these do you have? 100? Would that be wrong? Zou hij thuis zijn? Check me out. Ik heb mijn laars alvast uitgetrokken. Dan ga ik heel zielig kijken als hij open doet. En dan krijg ik misschien wel schoenen van hem. Manolo! Please open. Something for your ear, so you can clean them shits out. Ik ga me maar bezat. En dat kan hier heel goed. Want op dit vruchtbare eiland vind je overal prachtige bodega's en dorstige gastheren. Zoals hier, in Los Llanos. Het is zo lekker. Ik vergeet helemaal te praten, want deze man fascineert mij hoe hij wijn proeft. Ik denk dat ik hier de hele middag blijf. ¿Qué tipos de vino hace usted en esta bodega? Bueno, hacemos el Prieto, que es del norte de la isla, y nada más. Y hacemos también el albillo y... ¿Te gusta? Schenk me in. Muy rico. Muy rico. Salud. Een van de beroemdste wijnen van de streek is de Malvasia. Meer zoet en soms wel 30 jaar oud. ¿Por qué hay vinos tan especiales en La Palma? Porque tiene un microclima muy especial y aquí tenemos unos vinos muy buenos, muy buen paladar. Laat hem even doorpraten, kan ik rustig doorgaan met drinken. Sí. Okay. Y estos son los mejores. Y todavía no hemos probado el Malvasía. Cuando pruebas el Malvasía, ya es lo más. Muy bien.
Straks ontdekt Frederik de binnenlanden van La Palma. Maar eerst krijgt een speciaal gezin een echte droomreis. Celine en Sven zijn door omstandigheden nooit op huwelijksreis geweest. Dat is toch jammer als je zoveel van elkaar houdt. Ik ga Celine nu even vragen of ze het een goed plan vindt om naar Barbados te gaan. Hallo. Ben je Celine? Ja. En volgens mij ben jij niet. Ja. Ik kom er eventjes bij zitten. Hoi. Dat is wel een verrassing. Dat is een verrassing, ja. 2 jaar geleden trouwde Celine met haar grote liefde Sven. Eigenlijk hadden ze nog even willen wachten, maar Svens moeder werd heel ziek. En die mocht natuurlijk niet ontbreken bij de bruiloft. Celine werd al snel zwanger en met Svens moeder ging het alleen maar slechter. Haar kleinkind Nienke heeft ze alleen op een echo gezien, maar nooit in het echt. Door deze moeilijke tijd hebben Sven en Celine hun huwelijksreis gemist. Wij sturen ze op reis naar een mooi eiland. En dat eiland heet Barbados. Jeet! Echt waar? Ja? Ik had het helemaal niet verwacht. Nee. En Sven weet toch van niks? Nee, die weet ik niet. Nee, ja, het was natuurlijk een verrassing. Dus, ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik wil zo'n gaan verrassen. Ja, is goed. Sven werkt als wijkagent in de gemeente Zeist. Benieuwd hoe hij reageert. Ik was al een beetje. Ik zei het net nog. Wat is er dan? Papa. Hey. Celine heeft jou wat te vertellen. Nou, zeg eens. Ja, we hebben een grote verrassing geregeld. We zijn in 2003 natuurlijk getrouwd. En we hebben doordat je moeder heel erg ziek was, nooit op reis gekund. En daarna was ik ook zwanger, dus toen kon het ook niet meer. Het is er nooit meer van gekomen. Dus we hebben een droomreis gewonnen. Te gek. Helemaal super. Ja, echt. Dit is echt bizar, zeg. Jullie gaan met z'n drietjes naar Barbados. Zo te gek, zeg. Ah, echt super. En ook vandaag. Weg naar Schiphol.